juni aanstaande. 9 juni aanstaande. 9 juni. Hallo, ik ben Alge. Ik heet jullie van harte welkom op 9 juni. 9 juni. 9 juni. Ik heb wel een trui aan. Nee, het is handiger als je dat niet dichtbleed in de buis zet. Tempenwiel, dat ding. Achter, pak het even op. Ga. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ik weet niet wat er gebeurd is. Bent u depressief geworden van de rally? Nee, ja, hier, met deze vrouwen. U helpt hem een beetje er doorheen? Ja, ik doe er goed mijn best voor, maar hij is allemaal goed gekomen. De route ging me minder goed. Dus hij zeg maar, ja, alleen maar verkeerd gereden. Dus we hebben nog veel meer gezien dan dat de bedoeling was. Grote director zijn, die weet het. Het is prima gelukt. Deelnemers komen binnen. We hebben een fantastische dag gehad. En wij zitten nu de score te verwerken. Het is een heel spannend werkje. En, zeker. Oh, wat een gevoel. Ja, het is zeker gelukt. Was heel leuk. Ja, wel een beetje. We zaten ook met z'n vijf in de auto. Ja. We hebben mooie stukjes rondom Apeldoorn gezien dat ik niet wist dat we zo mooi woonden eigenlijk. Heren, wat is dit voor rust na de storm? Wat zegt u? Is dit de rust na de storm? Rust? Nee, we zijn nog heel opgewonden. We zijn natuurlijk elkaar aan het navragen of we het alles wel goed hebben ingevuld. Ik denk dat wij gewoon gewonnen hebben. Ik denk het ook. Deze manier, ik denk het wel hoor. Ja, hartstikke goed, maar wij zijn natuurlijk winnaars. We denken dat we gewonnen hebben. Oh, die camera ook. Ja, we denken dat we gewonnen hebben. Ja, één gokje moeten wagen. En voor de rest, alles wel met zekerheid ingevuld. Als je de mensen hoort, denk ik dat het heel erg geslaagd is. Dat is helemaal leuk. Ik ben uitgeput. Het is echt het laatste stuk is echt killing. Nee hoor, iedereen is zo tevreden. Ze hebben een werelddag gehad. Zeker een aanrader. Je moet wel uithoudingsvermogen en relatiebestendig zijn.
Dit is een top evenement. Dit is de zesde Lions Pinkster Rally die we nu organiseren. En ik ben ervan overtuigd dat we nog een zevende krijgen ook. Als je alleen al denkt dat we meer dan 12.500 euro aan prijzen hebben kunnen in de wacht kunnen slepen. Daar ben ik zo blij mee. En dat is allemaal te danken aan de Apeldoornse ondernemers. En de bedoeling is uiteindelijk dat we super enthousiaste mensen hier weer laten weggaan. En dan gaan we weer op naar het volgende jaar.